Het is van belang om te werken aan de objectieve geschiedschrijving van Suriname. Dit zei bevelhebber Werner Kio Assen vandaag tijdens de 7e aangepaste herdenkingsceremonie ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen van het binnenlands gewapend conflict. De bevelhebber zegt sinds zijn aantreden te pleiten voor het vastleggen van de geschiedenis, omdat hij gelooft dat mensen die hun geschiedenis niet kennen, gedoemd zijn in de herhaling daarvan. Daarom ben ik heel bijzonder blij met de aanwinst van een officier in ons museum, die nu haar mastergeschiedenis doet en die zich verdiept in onze jonge, maar ook rijke geschiedenis. Het binnenlands conflict woedde tussen 1986 en 1992. Hierover is er net, zoals ik eerder zei, heel weinig objectief geschreven. Er wordt ook heel weinig over gesproken. Dit omdat het heel diepe wonden heeft achtergelaten. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. En dan zitten wij nu als samenleving en in het bijzonder als jonge generatie militairen voor een grote uitdaging. Namelijk het risico dat wij onze geschiedenis niet zullen kennen. De functionaris geeft verder aan dat het binnenlands conflict en de daaraan gekoppelde fouten, maar ook de overwinningen en succesverhalen van die periode bekend moeten worden bij de samenleving. Minister Krishnakumari Mathura stelt dat het conflict gelukkig tot een eind gebracht is. En heeft men uiteindelijk gekozen voor vrede, voor democratie en rechtsstaat. En dat zijn de waarden die vandaag de dag ook immens belangrijk zijn. Een rechtsstaat waar de wet voor iedereen geldt, waar de macht verdeeld is en waar kansen gelijkelijk zijn. Een democratie waar het volk bepaalt wie haar regeerders worden en waar niet enkelen bepalen. En de vrede die de basis is voor ontwikkeling, maar ook de vrede die de basis is voor het kunnen genieten van onze grondrechten die verankerd zijn in de wet, in de grondwet. Mathura zegt verder dat de oorlog in het achterland veel schade heeft veroorzaakt. Ze benadrukte tot slot dat geweld niet de oplossing is voor problemen.